Jaarbeurs Utrecht ontslaat tientallen medewerkers. En Zeist voert Kopen Zondag in. Goedemiddag, welkom bij U Vandaag. De jaarbeurs in Utrecht gaat een deel van zijn personeel ontslaan. Het zou gaan om ruim 80 medewerkers. De jaarbeurs verkeert in zwaar weer. Er zijn door de crisis steeds minder beurzen. En daarom is er vorig jaar ook al gereorganiseerd. Maar de terugloop van het aantal beurzen is niet de enige oorzaak, denkt vakbond De Unie. Ik vrees dat de jaarbeurs eerlijk gezegd te laat heeft gereageerd op ontwikkelingen. En dat het niet alleen om de economische crisis gaat, maar dat er ook gewoon structureel geen goed antwoord is op de veranderingen op de markt. Ja, morgen dan praten de vakbonden en de directie van de jaarbeurs opnieuw over deze ontslagen. Zeist voert de koopzondag in. Vanaf 1 januari mogen alle winkels op zondag van 12 tot 6 open. Er liep al een proef en gisteravond besloot de gemeenteraad dat de koopzondag definitief wordt. Winkeliers mogen wel zelf beslissen of ze open gaan. Een aantal partijen wilde het aantal koopzondagen beperken tot 16, maar kreeg geen meerderheid. Ook voorstellen voor een referendum en verlenging van de proefperiode voor de koopzondag haalden het niet. Volgens de gemeente is er in Zeist veel behoefte aan die koopzondagen. Het Korps Mariniers in Doorn is jarig. Het is vandaag precies 349 jaar geleden dat zeevaarder Michiel de Ruiter het onderdeel van het Nederlands leger oprichtte. En dat betekent taart en feeststemming in de Braam Houkgeestkazerne. Het is feest op de marinierskazerne in Doorn. Het korps bestaat 349 jaar. We hebben echt feestelijke activiteiten. We hebben net een allehands gehad waarbij ik alle manschappen heb toegesproken. Nu zijn we gezamenlijk aan het koffie drinken. Daarna gaan we sporten, de zogenaamde Highland Games. En we gaan speedmarsen met een groep mariniers langs een aantal instituten hier in Doorn. De mariniers gaan naar het Militair Revalidatiecentrum in Doorn, het Veteraneninstituut. En ze brengen een bliksembezoek aan de burgemeester. Goedemorgen allemaal en als eerste natuurlijk gefeliciteerd met de verjaardag. Volgens de kolonel der mariniers is de verplichte verhuizing van Doorn naar Vlissingen een van de dieptepunten uit de geschiedenis van het korps. Om te beginnen met de dieptepunten, dat zijn natuurlijk de bezuinigingen en de krapte bij Defensie. Daar hebben we ook last gehad als korps mariniers. Maar hoogtepunten blijven toch de inzet. De inzet die we doen. Veel mariniers wonen in Doorn of in de omgeving. Als de Van Braam Houkgeestkazerne sluit, betekent dat ook een verlies aan personeel. Het betekent voor een aantal mensen dat ze zullen kiezen om te verhuizen. Het betekent ook voor een aantal mensen dat ze zullen kiezen om het Korps Mariniers te verlaten en elders een werkkring te vinden. En dat is een fact of life. Weet u hoeveel mensen gekozen hebben om het korps te verlaten? Nee, dat moeten we gaan zien. Maar we houden rekening met dat soort scenario's. Mars! Het korps heeft inmiddels de strijdbijl begraven en zal zonder verzet de verhuizing doorzetten. Toch jammer, vindt burgemeester Naafs. Van het Korps Mariniers verricht een hele belangrijke taak in de wereld. En dan is het mooi dat je nog zo'n leger onderdeel in je gemeente gevestigd hebt. Natuurlijk gaan ze in de toekomst naar Vlissingen, want dat politieke besluit is genomen. Wat wij nog steeds betreuren, maar het is niet anders. Het is misschien een schrale troost, maar toch ook een opsteker voor de burgemeester. Hij krijgt vandaag een schild van het korps. Zo willen de mariniers de verbondenheid met de Doornse samenleving onderstrepen. En deze krijgt een ereplek op mijn kamer. Ja, die nieuw te bouwen kazerne in Vlissingen die moet eind 2019 klaar zijn. Dus ook voor de eventuele mariniers uit Doorn. Op de A12 bij Bunnik is een vrachtwagen op een pijlwagen gebotst. De wagen stond op de rijstrook vanwege werkzaamheden. De Duitse trucker raakte lichtgewond door glasscherven. De pijlwagen is compleet verwoest. De vangrail en het wegdek zijn direct gerepareerd en de rijstroken zijn weer vrijgegeven. Bijna 500 werknemers van Brinks Geldtransport houden vandaag een actiedag. Ze bieden bij het hoofdkantoor van Brinks in Houten een petitie aan. Brinks verliest klussen aan een nieuw opgericht geldtransportbedrijf. Werknemers roepen Brinks, maar ook banken op om zoveel mogelijk banen te behouden. De gemeente Stichtse Vecht heeft een nieuwe burgemeester, Mark Witteman. Hij is gekozen uit 18 kandidaten. Echt officieel is het pas als ook de koning en zijn ministers er een krabbeltje onder hebben gezet. In januari wordt de burgemeester officieel beëdigd. Utrecht krijgt een poli voor geblesseerde muzikanten.
Deze muziekpoli moet de uitval onder een groot aantal muzikanten tegengaan. Gewrichtspijnen door verkeerde houding, podiumvrees, faalangst, ja, dat zijn de boosdoeners. Bijna 75% van de beroepsmuzici valt er regelmatig uit. Het begint een beetje een traditie te worden. De kerstlichtshow van Dick de Wit uit Vianen. Voor het 7e jaar op rij ontsteekt hij in december zijn dansende lichtjes. Het begon ooit in zijn eigen tuin, maar inmiddels is zijn show met licht en geluid zo groot geworden dat hij moest uitwijken naar een fort in het Brabantse Werkendam. Elk jaar als Sinterklaas weer vertrokken is, begint het bij Dick de Wit te kriebelen. Na maanden van voorbereiding kan hij zijn dansende lichtjes eindelijk aan de wereld laten zien. Ja, je blijft aan de gang ermee. Het is een verslaving. Die Vianese begon met zijn kerstlichtshow in 2008. Toen nog in de achtertuin. Met de vrouw overlegd, dat mocht eerst niet. Van zes gekkenwerk. Maar het jaar daarna toch begonnen. En ja, dan krijg je dit. Al gauw ontgroeide Dicks hobby de achtertuin. Hij week daarom uit naar een bejaardentehuis in Zeist. En sinds vorig jaar staat hij met zijn lichtshow in het Brabantse Werkendam. Bezoekers van Fort Altena kunnen de show gratis komen bekijken. Dat zie je in Amerika ook. Daar zie je hele tours langs alle mensen die dat doen. Ga je Los Angeles kan je gewoon een hele tour maken door alle mensen die dat uitgestald hebben. Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het voor anderen. Om te laten zien, natuurlijk. De kerstlichtshow van Dick zit ingenieus in elkaar. De lichtjes lopen synchroon met de muziek die hij met behulp van een computer programmeert. Je begint met de muziek. Die haal je binnen. Dan zet je de timing in. En dan ga je alle ornamenten proberen op de tijd. Precies met de muziek mee te laten lopen. Een minuut sequencer kost toch gauw 10, 20 uur om het strak te krijgen. Een tijdrovend werkje dus. Het was daarom extra schrijnend dat Van Dalen de lichtinstallatie vorig jaar vernielde. Nou, ik werd gebeld. Kom maar even langs, want er is iets ergs gebeurd. En dan zag je de ravage. Ja, dan probeer je nog te herstellen. Maar er was zoveel stuk aan kabels en alles. Dat is niet te redden. Dus dat heb ik me maar opgeruimd. Dat is jammer. Dat is verloren jaar. Toch zette Dick dit jaar door. Hij wist weer een prachtig lichtspektakel op te bouwen dat nu veilig in het fort staat. Nee, Dick is nog lang niet van zijn verslaving af. Nou, wij noemen het de klep, CLAP. En wat betekent dat? Light addiction. Dus we zijn verslaafd aan het licht. Nou, dat ziet er toch prachtig uit. En die lichtkerstshow die is ook nog te zien tot 2 januari in Fort Altena in Werkendam dus. De politie heeft bewakingsbeeld vrijgegeven in de zaak van de grote brand in Veenendaal eind juni. In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 juni werden op bedrijventerrein Nijverkamp 2 bedrijven in de as gelegd. Meerdere brandweerkorpsen moesten worden ingezet om die brand te blussen. De schade liep in de tientallen miljoenen euro's. En uit onderzoek bleek dat het om brandstichting ging. Schalko Broeren van bureau Hengeveld, ja, wat is er nou eigenlijk dan te zien op die bewakingsbeelden? Nou Marie, je ziet een man over het terrein lopen. 'S Nachts, hij verschuilt zich achter een grote stapel houten pellets en ineens slaan daar de vlammen uit. Dus dat is echt de man die we zoeken. Hopelijk wordt hij herkend. Verder gaan we het in bureau Hengeveld ook hebben over een woningoverval in Utrecht. Een vrouw van 62 staat ineens oog in oog met 2 gemaskerde mannen. Ze wordt bedreigd, ze wordt overvallen. En die 2 gaan er vandoor met waardevolle spullen. In de verkeerspolitie wordt een Ferrari aan de kant gezet, omdat hij veel te hard rijdt. En dan kan je alvast verklappen dat de boete die die bestuurder krijgt niet mals is. Nou, Leonie Bosselaar van de politie Midden-Nederland die schuift zometeen bij mij aan. Met haar neem ik alle zaken door. En uiteraard hopen we weer op heel veel goede tips. Dankjewel, Sigarko. En dan krijgt u van mij tot slot nog het weer. Vanmorgen regent het behoorlijk. Er staat trouwens een vrij krachtige wind, waarbij nog venijnige windvlagen kunnen voorkomen. In de loop van de dag neemt de wind iets af tot matig en het wordt maximaal 8 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Vooral in de nacht valt er soms toch weer een bui, ook met kans op hagel. Vooral richting kust steeds meer kans op onweer en de temperatuur daalt nu ongeveer naar 4,
Nou, zo ongeveer 5 graden. Tot zover deze U Vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Voor nu een hele fijne middag en graag tot later.